Hi, ik ben Josine van de Bigger Blog en meestal post ik video's over beauty, maar vandaag gaan ze over fashion. Nou, het is natuurlijk koud buiten, het is echt sweater weather, we hebben zelfs al sneeuw gehad. Dus ik heb echt wel mijn focus gehad op truien, lekker warm en die koop ik eigenlijk ook het liefst in de sale. Want truien zijn over het algemeen best wel prijzig en ik moet eerlijk zeggen, ik droeg eigenlijk nooit echt truien. Ik was altijd out and about op stap, onderweg naar kantoor. En daar was het altijd wel warm. En nu ik natuurlijk veel meer thuis zit, heb ik meer behoefte aan lekkere warme spulletjes. Ik heb deze trui gekocht bij de Hennes & Mauritz. En zoals je ziet zitten er allemaal applicaties, zoals dat zo mooi heet, op. In zwart met glitter en ja, ik ben wel een beetje een extra. Wat zo leuk is aan deze trui, ik had hem dus gekocht in een large. Deze is trouwens van de reguliere collectie. Het prijskaartje hangt er niet meer aan, maar ik geloof dat ik hem voor 20 of voor 12 euro heb gekocht in de winkel trouwens. Want op de website waren ze niet zo goedkoop. En het leuke dus aan deze trui is dat ik had dus een large gekocht en toen had ik hem aan. Toen dacht ik, oh, dit is wel een beetje pompeus. En toen uiteindelijk heb ik dus een small gekocht van de reguliere collectie. Nou ja, ik ben alles behalve small. Maar deze zit dus helemaal prima. En wat ik ook heb gemerkt, eigenlijk alle truien van nu zijn vrij kort. Dus of ik nou een large koop of een small, dat maakt niet uit. Maar ze zijn ook oversized. Dus ze zijn echt heel erg vierkant. Dus toen dacht ik, nou dan liever een trui die niet zo pompeus zit onder mijn oksels en op mijn buste en mijn taille. Want het scheelde echt 1 centimeter in lengte. Dat de sale net was begonnen, ben ik meteen naar H&M gegaan voor truien. Eigenlijk niet eens met de reden naar H&M hoor, maar ik was daar gewoon. Het was eigenlijk tijdens het Christmas shoppen en ik moest natuurlijk mijn focus op kerst. En toen had ik toch een beetje was ik toch een beetje afgeleid. Heel erg afgeleid en ben ik echt mee gaan shoppen. Maar goed, dat was een uurtje. Voor de rest heb ik de dag besteed in kerstshoppen. Beloofd. Anyway, dus deze trui kocht ik ook bij de Hennes & Mauritz. Dit is een trui die ik net op de grond heb gelegd. Er zit allemaal pluisje op. Anyway, dit is een hele mooie gemêleerde roomwitte trui. Zonder zwarte pluisje van de kat. En dit is een large. Dit is wel gewoon een large. En ik vond hem vooral mooi vanwege dat borduur. Er zit wel een klein beetje goud in. Maar het is niet, niet te feestelijk om de rest van het jaar te dragen. En ik heb deze ook al op een rok gedragen. Vond ik erg leuk. Maar hij zat ook heel erg leuk op een broek. Ook deze is trouwens wel een klein beetje kort. Dus wat ik er dan onder doe is meestal een blouseje of een denim blouseje voor meer casual look. Of gewoon een net lichtblauw of wit blouseje. En die steekt dan aan de onderkant een klein beetje uit. Dat doe ik dan bij een broek. En bij een rok vind ik het niet erg kort. De trui vind ik juist mooier. Dit is mijn trui. Dus dit zei ik geloof ik net al. Dit is een large. En ik kocht deze in de sale volgens mij ook voor 15 euro. En ik had toen ook die dag, dat moet je trouwens ook altijd even checken als je sales shop bij H&M. Sowieso in de winkel zijn er andere prijzen dan op de webshop. Heel vreemd, maar waar. En ze hebben wel heel vaak die, als je H&M clubmember bent, dan kan je vaak voucher indienen. Daar moet je wel punten voor gespaard hebben, maar goed. Maar met die punten kun je dus extra korting krijgen. Dus ik heb destijds in de sale geshopt en toen kreeg ik op de complete sale 20% extra kassakorting. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal geweldig. Dus dan koop je dingen echt voor een koopje. Dus daarom ben ik niet helemaal zeker wat die trui nou mij heeft gekost. Maar goed. Dit is een rode trui en deze is eigenlijk helemaal niet in de sale. Dus dat is een beetje een foutje van mij dat hij op de stapel ligt. Hij was wel maar 16 euro, dus wat dat betreft is die niet duur. Deze is van Primark en dit is een XL, oftewel 1820, dat is de grootste maat. Het is een rode kabeltrui met echt best wel grove brei. Ik ging ook naar de Hema. Dat is echt een winkel waar ik nooit shop. Ik koop er absoluut wel producten hoor. Beautyproducten en kinderspullen vind ik ook hartstikke leuk. Maar ik boycott altijd een beetje de modeafdeling. Want ja, het is echt het oer-Hollandse merk. En dat gaat dan tot maat 42 of 44 of zo. Ik weet het niet eens, maar dat ik echt denk van nou, 70% van de Nederlandse vrouw heeft maat 42 of 40 en groter. Dus kom op Hema, met je tijd mee. Maar dat gezegd, ik ging bij de Hema naar binnen. En wat ik altijd roep is shop your shape, not your size. Dus je kan gewoon prima een kleinere maat soms aan als het bij je figuur past. Dus, nou ja. Dus bij de Hema kocht ik deze groene plissé rok. Ik ben gewoon helemaal verliefd op die kleur. En ik bedenk me net dat ik er ook nog schoenen bij heb.
Maar goed, dat heb ik bijna bij ouders, dus dat zegt eigenlijk niks. Oké, anyway. Dus deze groene rok, hij heeft een elastieke tuiband. Dus kijk, daar kan je best komen. Ik kocht daarom, want er was geen maat groter hoor. Ik kocht daarom een L en ik had hem niet gepast. Ik denk, doe ik thuis wel. En die was nu afgeprijsd voor 14 euro. Hij gaat tot XL, dus ja, mocht je net wat voller zijn dan dat ik ben, dan pas je ook de XL. Misschien ligt die nog in jouw Hema. Maar goed, een smaragdgroene plissé rok. Tegelijkertijd zeg ik er dan weer bij, plissé rokken staan mij dus eigenlijk nooit. En dan kan je denken, waarom koop je hem dan toch? Nou, ik vind het super leuk. Ik vind het echt preppy. Ik vind het fashion. Ik vind het... Nou, kijk alleen al die kleur en hoe het zo mooi... Het is een beetje fluweel. Dus kijk hoe het mooi werkt. Dus eigenlijk wil ik gewoon dat het me staat. Maar daar heb ik ook een trucje voor. Dan heb ik nog een rokje van de Hema. En eigenlijk was dat het rokje wat me eigenlijk naar die kledingschap... Dat kledingschap toetrok. Dat is dit rokje. En het heeft een hele leuke gemêleerde zwetstof. Dus het is eigenlijk zwart met allemaal spikkeltjes. Eigenlijk ook net alsof mijn kat erop heeft gelegen. Maar dan wordt het zo. En wat ik er leuk aan vind is dat het dus zo'n sweatshirt tailleband heeft met trektouwtje. Ideaal als je een smalle taille hebt zoals ik. En zakken. Ook natuurlijk een ideaal. En dit rokje is trouwens een XL. En die kocht ik voor een tientje. Ook in de uitverkoop. En dit vond ik gewoon een lekker rokje voor casual. Grote trui erop of gewoon een shirtje. Sneakertjes eronder. En gewoon een soort van everyday rokje. Had ik ook nodig. Echt waar. Dan nog een everyday rokje waarvan ik dacht, nou ja, als ik er dan toch ben. Dat is dit rokje, ook van de Hema. Dit is gemaakt van een tricot kwaliteit, maar wel echt heel erg stevig. En ik weet niet of je het goed kan zien, maar er zit ook een... werkje in. Ik weet niet of het een seersucker is, maar het heeft in ieder geval een streepjes effect. En het heeft een ruitje. En hier ben ik wel heel erg benieuwd naar, want zoals je ziet is het een vierkant ruitje. En vierkant maakt vierkant. Maar goed, we zien het wel. Misschien vind ik het wel heel erg leuk. En uiteindelijk, weet je, het gaat niet altijd om flatteren. Soms wil je gewoon iets aan dat je het leuk vindt. Daar ben ik nogal van. Dit is ook een XL en die kocht ik ook voor een tientje in de uitverkoop. Ik ben benieuwd hoe het past. En again, mega stretchy tailleband. Oké, nou een spannende, waar ik eigenlijk al een beetje een vermoeden van heb. Deze rode tragging. Koop ik eigenlijk nooit traggings, maar stiekem zit het eigenlijk best wel mooi bij mijn buik. Want dan heb je geen rits en geen gulp, dus dit is gewoon plat. En hij was 7 euro in de sale bij de H&M. De grote maatcollectie, dit is een maat 50. En normaal draag ik maat 48 op mijn heupen. En als ik dit zo zie, heb ik zo mijn twijfels. Maar weet je, we gaan het gewoon proberen. Ik vond het namelijk ook zo leuk te combineren met die rode trui. Nou heb ik dus ook echt een mega schoenentik. En wanneer ik mooie schoenen wil hebben, dan zijn er nieuwe collecties uit. En dan denk ik, weet je, ik ga nu naar de winkel en dan koop ik een paar mooie, degelijke, leren, mooie schoenen. Nou, ik weet het niet. Maar op een of andere manier, als je het wil uitgeven, dan is het nergens. Dus ik kan het nooit vinden. En dan in de sale opeens zie ik allemaal dingen die ik daarvoor niet heb gezien. Ik weet nooit waar ze die vandaan toveren. Of ze kopen het speciaal in voor de uitverkoop. I don't know. Maar ik slaag altijd heel goed in de sale. En dat gezegd, er zijn ook schoenen waarvan ik denk, ja, die ga ik toch niet elke dag dragen. Daar ga ik echt niet 80 euro voor betalen. Want ja, dat is zo'n één keer in de twee weken schoentje. Dat excuus blijk ik dus iets te vaak gebruiken, want ik heb echt enorm veel schoenen. Plus, ik draag ze dus stiekem wel. En dan op een gegeven moment denk ik gewoon, oh wat leuk. En dan heb ik ze 3 keer in de week aan. Eigenlijk moet ik dit niet hardop zeggen, want dan mag ik minder shoppen. Helemaal verliefd ben ik dus op deze roze laarsjes met strikje. Ze zijn van River Island, maar ik kocht ze via ASOS. En de reden waarom ik ze daar heb gekocht, is omdat vanaf een bepaald bedrag ASOS gratis bezorgt. Maar je kunt ook altijd gratis returneren. En bij River Island is dat allemaal wat ingewikkelder en anders. En, of moet je het in de winkel returneren. En daar had ik allemaal geen zin en tijd voor. En ik vind ze echt super leuk. Ze hebben zelfs ook een roze hakje. Ja, helemaal mijn ding. Nou, dat verhaal wat ik je net vertelde over schoenen komt helaas vaker voor dan ik zelf wil toegeven. Zo ook deze onwijs toffe glitterlaarzen. Ja, ik ben er echt helemaal verliefd op. Ik zag ze hangen en dacht, oh, dat is echt wat voor Josine. Toen ben ik ze ook gaan passen. Ik heb me erin gewurmd. Zeg, geef ik gewoon eerlijk toe, ik heb me er echt in gewurmd. En ze paste. Gewoon een maatje groter genomen.
Prima. Uiteindelijk heb ik een maat 8 gekocht, wat 42 is. Ik heb normaal 40-41. En ze waren afgeprijsd voor 7 euro. Ik kan dus ook erbij vertellen dat ik ze nog nooit aan heb gehad. Ik heb ze ook pas 2 weken hoor, of zo. Maar ja, nou, ik wil niet zeggen dat ik ze heb voor de heb, want dat zou wel echt heel erg slecht zijn. Maar stiekem is het wel zo. Extra. Daarnaast kocht ik bij Primark nog een paar schoenen, namelijk deze. Ik heb ze een paar keer aangehad, dus dat kun je wel zien. Er zitten ook allemaal haartjes op. Het zijn zwarte enkellaarsjes van elastiek met glitter. En zo, deze waren ook afgeprijsd naar 7 euro. Ja, ze hebben een... nou, het is niet echt een plateauhak, maar je kan het een plateauhak noemen. Maar in ieder geval zo'n grove hak. En dat vind ik altijd lekker lopen, lekker stevig. Dus deze draag ik ook gewoon ja, dagelijks. Wat wel zo is, het is een comfort fit. Dus volgens mij is comfort fit dat het een comfortabele zool heeft, maar dat het ook iets wijder valt. Dat denk ik dan in ieder geval, want ik heb hier maat 39 van gekocht, een 6. En nou ja, dat draag ik eigenlijk zelden. Maar ik vind ze wel heel erg leuk. Als ik vaak in de sales shop, dan kijk ik ook vaak naar de seizoenen vooruit. Er hangen heel vaak items die of te trendy zijn en daardoor misschien niet goed verkocht zijn. Of de pasvorm was niet goed en het viel veel te groot. Yay! Maar er zijn ook best wel zomerse items soms. Dat ik denk, oké, maar prima. Want ja, het voorjaar komt eraan, dus daarvoor kunnen we ook alvast shoppen. Ik ben dus echt... Nou, zeg je Sine, dan denk je aan jurkjes. Ik ben echt van de jurkjes. Ik draag ook echt ontzettend graag jurkjes. En toch kwam ik erachter dat ik de laatste tijd heel veel jurkjes had weggegeven, weggegooid, weggedaan. Nou, ik had eigenlijk niet zo heel erg veel everyday jurkjes. Dus ik had hele mooie fluwelen jurk. En ik heb een hele mooie burn-out jurk. En ook hele leuke zomerjurkjes. Maar niet gewoon voor, hey, het is 3 graden buiten. Laat ik wat leuks aantrekken. Zo kocht ik ook deze jurk. Die heb ik nu aan. Vond ik wel geschikt. Aangezien het ook een echt mega sale koopje was. Het is alweer een tijdje geleden. Dus ik weet niet meer wat ik heb betaald. Maar misschien zal het 15 euro of zo zijn. Het grappige is dat deze jurk dus gewoon nog te kopen is. Op de webshop. Niet in de sale. Ik zal het linkje hieronder achterlaten als ik hem terug kan vinden. En ik was eigenlijk verliefd op de print. En wat ik draag is een maat 42. Omdat het een... vrij wijde mouwen pas ik dat gewoon. En het is een A-lijn, dus die heupen passen er gewoon in. En wat ik er leuk aan vind is dat het een V-hals heeft, maar toch een opstaand kraagje. Nou zie je wel een beetje aan het kraagje dat het niet helemaal mijn maat is, maar dat vind ik niet zo erg. En ja, die touwtjes weet ik nooit wat ik ermee doe. Ik doe ze vaak gewoon zo in mijn jurkje en dan zijn ze er gewoon niet meer. Kijk, en bij echt shoppen hoort natuurlijk ook accessoires. Dan kan je misschien de maat niet hebben van een winkel waar je ingaat. Of je bent met vriendinnen aan het shoppen en die gaan een winkel in wat helemaal niet jouw ding is. Of jouw pasvorm of whatever. Er zijn altijd accessoires. En het leuke is aan accessoires vind ik, is dat ze... als je in de sales zijn, heb ik ook altijd net als met schoenen een excuus om ze wel te kopen. Dus ik was in de River Island in Groningen, vlak voor de kerst. En ja, ik vind die tassen en die accessoires daar zo ontzettend mooi. Dus... ik kon het niet laten en ik heb wat gekocht. Nou, wat ik dus kocht bij de River Island is deze portemonnee. Die vond ik echt super gaaf. Ik heb al zo'n model in het rood. Deze was afgeprijsd van 17 euro voor 8. En zoals je kunt zien kunnen hier echt heel veel pasjes in. Dat vind ik echt ideaal. Maar er zit dus ook een ritje. Dus je kan ook gewoon je kleingeld kwijt. Ja, een lekker compact plat portemonneetje. Ideaal. De tassen van River Island vind ik ook zo mooi. Maar... ik heb ook al best wel veel tassen. En ik kon het toch niet laten. Dus ik heb deze crossbody bag gekocht. Er zit een heel lang handvat bij. En het is een mooie camelkleur. Wat ik super leuk vind. Want ik heb ook een nieuwe camelkleurige jas. Dus ik hou van matchen. Soms vind ik contrast heel tof. Maar soms vind ik matchen ook heel cool. En het fijne aan deze tas is... je hebt er dus een soort algemeen middenvak. Waar ook een rit zit. Maar je hebt dus ook nog deze vakken. En het fijne daaraan is dat je dus echt mega veel erin kan proppen. In mijn geval ben ik altijd een soort Mary Poppins. Is het niet zo heel slim, want dan neem ik nog meer mee. Maar er passen in ieder geval een goede portemonnee in. En een paar andere accessoires en make-upjes die ik altijd graag bij me heb. Dus echt een perfecte praktische handtas die ook nog heel cool is. Voordat ik het vergeet te zeggen. Deze was afgeprijsd van 37 euro naar 18 euro. Dan heb ik ook nog dit grapje gekocht. Die was 5 euro afgeprijsd bij Primark. Ik moet hem nog even openmaken. Nou, deze heb ik dus ook gekocht.
Vind je ze niet geweldig? Echt super lekker warm. Hartstikke leuk. Handig op de fiets. Moet ik wel gaan fietsen. Maar ik wandel wel heel vaak. En wat er zo cool is aan deze. Tadaa! Je kan hier dus. Moet ik even goed voelen. Hier zit dus de ingang van het stekkertje. En die gaat naar mijn telefoon. Dus het is een oorwarmer en koptelefoon in één. Dit is toch wel echt mijn leukste koopje. Nou heb ik ook wat spullen bij mijn eten besteld, maar die heb ik nog niet opengemaakt. Bruin, wat is dit? Bruin, dieprood, paarskleurige broek besteld met een coating eroverheen. Zo te voelen ook heel stretchy. En het heeft, nou ik zie het niet zo heel goed, maar het heeft een soort dierenprint effectje erin. Leek me in ieder geval heel erg leuk, dus die gaan we passen. Onder het kopje wie niet waagt, wie niet wint heb ik deze joggers besteld. Dat is eigenlijk een veredelde naam voor een comfortabele joggingbroek die je gewoon overdag kunt dragen. En wat ik leuk vind aan deze is dat hij dus zo'n touwtje aan de voorkant heeft zakken. En dan natuurlijk met name het ruitje. Ik weet niet of je het goed kan zien. Maar het heeft een pied de poel ruitje. Oftewel een hanenpoot of nou, hoe je het ook wil noemen. Zwart-wit ruitje. Lijkt me echt geweldig. Ik hoop ook dat hij goed zit. Het is namelijk van de reguliere collectie en dat is altijd even aftasten. Genieën, genieën, genieën. Ik hou ervan. En dan ook nog in het roze. Ik werd helemaal blij toen ik deze zag op de webshop. Dit is een roze trui van Miss Ethan. Ik heb hem in twee maten besteld. In de XL en XXL, omdat ik niet zeker weet welke maat ik draag. En de ene keer wil ik het wel oversize en de andere keer niet. Dus ik ben benieuwd. Die ga ik passen. Ik ben dus echt al een hele tijd op zoek naar gewoon een simpel zwart rokje wat lekker zit. Beetje A-lijn, niet te wijd. Gewoon een goed rokje. Kan ik dus nergens vinden. A-lijn, hè, dat gezegd. Dus dit rokje heb ik besteld. Het is gemaakt van tricot. En van een stevige stof. Het heeft wel een horizontaal werkje erin, dus ik weet nog niet hoe blij ik daarmee ben. Maar ik ga hem passen. But wait Mike, there's more! Ik heb deze broek besteld omdat het een, op de webshop leek het erop alsof hij een mooie skinny fit heeft. En ik heb al zo'n broek en die, nou ja, daar is eigenlijk een beetje de leather effect bijna af omdat ik hem zo vaak gedragen heb. Dus het is tijd voor een nieuwe. En ik draag eigenlijk niet zo vaak broeken van Miss Ethan. Toen dacht ik, nou ja, ik ga het gewoon proberen. Misschien is het wel een hemelsnieuw gegeven. Of niet, dat zullen we zo zien. Maar goed, het is in ieder geval een skinny model. Zwart coated, super stretchy stofje. En zo te zien heeft hij ook een mid tot hoge taille band. Kontzakken, ja. Bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je mijn filmpje leuk vond. Zo ja, duimpje omhoog. En vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Dan mis je de volgende filmpjes ook niet. Ik zou het leuk vinden om te horen wat je ervan vindt en of je in de toekomst vaker zulke filmpjes wilt zien. Ik zie je online!